Wat ziet het er anders uit? Dat zijn de boeren en de boerin, zie ik. Mijn nieuwe bewoner. Ja. Nogal een trek. Goedemiddag, Rianne. Marco van de Spreek. Wij zijn hier op Veltingheem, zoals het nu heet. Dat is de boerderij waar onze vaders geboren zijn. En hier zat de hooizolder. Gingen we altijd vanaf de koenzolder in het hooi springen. Ja. Mijn moeder deed de gordijnen open. En ze zei, oh, dat is de overvalwagen. En ze schijnt gezegd te hebben, vader is niet thuis. Dat was dus kennelijk een instructie aan ons om ons stil te houden. Maar dat heb ik niet goed gehoord, pas 9. Mijn vader werd naar de overvalwagen gebracht met onder zijn arm een radio die de Duitsers hadden gevonden. Die komt in de overvalwagen terecht. En mijn oom Brentje, die wordt meegenomen naar de schuur en daar wordt hij neergeschoten. En ik denk dat hij van verschillende kanten beschoten is. Want een wijkverpleegkundige kwam hem afleggen en die zei, ik heb 8 kogels gevonden. Martinus en Rentje Ritsema. Twee broers uit een welgestelde, gereformeerde boerenfamilie op Grijsloot bij Leens. Rentje, de oudste, neemt de boerderij van zijn vader over. Martinus kiest een ander pad. Hij studeert rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een korte periode als ambtenaar in Boskoop wordt hij in 1939 burgemeester van de gemeente Oldekerk. Zijn oudste zoon Meerten is dan bijna een jaar oud. Dit was het huis van de burgemeester. Mijn vader, die voor het eerst hier als burgemeester in Oldekerk kwam. Dat was het kantoortje van mijn vader. Hij had zijn werk op het gemeentehuis. En dat was zijn kantoortje, daar hing een telefoon, een bakelieten telefoon. Nummer 20. Zijn installatie als burgemeester in Oldekerk lijkt voor de jonge Martinus het begin van een lange, glansrijke carrière. Maar dan, in mei 1940, vallen Duitse troepen Nederland binnen. In 1999, kort na het overlijden van hun moeder, vinden Meerten Ritsema en zijn broers stapels brieven en documenten van en over hun vader Martinus. Hun moeder had nooit veel verteld over wat er gebeurd was in de oorlog. Pas na het lezen van de brieven krijgt Meerten daar een duidelijk beeld van. Toen ik voor het eerst dat las, maar dat was niet zo makkelijk. In zijn brieven spreekt Martinus Ritsema zich steeds uit tegen de Duitse bezetters. Toch blijft hij in eerste instantie aan als burgemeester. Dat is ook het dringende verzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Burgemeesters moeten in functie blijven om wanorde te voorkomen. Maar aanblijven betekent wel samenwerken met de Duitse bezetter. Martinus komt hierdoor al snel in conflict met zijn geweten. Bijvoorbeeld als hij moet meewerken aan het plaatsen van bordjes verboden voor Joden. Kan ik om principiële redenen niet langer medewerking verlenen aan de uitvoering van een verordening die kennelijk in strijd is met artikel 5 van de Grondwet van de Koninkrijk der Nederlanden? In augustus 1941 is voor Martinus de maat vol. De Duitsers heffen dan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders op. Dus de burgemeester in de Nationaal Socialistische Opzet, die neemt de plaats in van de gemeenteraad en van wethouders en de burgemeester. Of anders gezegd, de democratie wordt om zeep geholpen. Zo kun je het ook zeggen. Ten vervolge op mijn brieven van 30 augustus 1941... 19 september 1941 en 24 maart 1942, waarin ik u telkens verzocht mij eervol ontslag te verlenen uit mijn ambt van burgemeester der gemeente Oldekerk, moge ik nogmaals een beroep op u doen om mij te verlossen uit een onhoudbare toestand. Hij krijgt ontslag, dat gaat in per 23 april 1942, maar niet met de toevoeging eervol en met verlies van pensioen. Die maatregelen had de Duitser genomen
om te voorkomen dat al te veel ambtenaren zouden opstappen. Het was een typische leidersfiguur. Iemand die initiatieven nam, iemand die leiding gaf en ook door anderen werd aanvaard, geaccepteerd. En daarin het geschilderde portret van vader later. Die is toen nagetekend door Willem Por. Die had dat getekend. En helaas heeft moeder die vernietigd met de verhuizing. Jullie moeder die heeft allerlei papieren weggelaten aan. Hè? Die heeft dus vernietigd. Ja. Die wilde geen herinnering daaraan hebben. Nee, op een gegeven moment was het zo. Ik moet het kwijt. Die ballast moet weg. Ja. Ja. En dat hoorde zelfs dat mooie portret van vader bij. Ja. Net als zijn broer Martinus is ook Rentje Ritsema fel tegen de Duitse bezetting. Ook hij is een man met sterke principes. Ik was een beetje trots op hem. Ik herinner me dat ik een keer dat het wat regende en het waaide heel hard. En toen zag ik mijn vader daar die weg afkomen. Hij kwam ophalen uit school. En ik dacht, oh, wat is die groot, hè? En wat is die sterk. En hij zei, ja, ik dacht, ik moet ditje maar even ophalen. Want ik denk dat ze wel bang is. Nee hoor, zei ik ben niet bang hoor. Maar oh, ik voel me zo veilig bij hem. Hij gaf kennelijk iets vertrouwds om je heen. Hij was heel eerlijk. En hij rechtvaardig. Maar ook bij als je er tegenin ging, dan kreeg je het ook wel te horen. Of dan een volwassene was of een ander, zo van, dat gebeurt zo niet, hè. De broers Ritsema raken betrokken bij het verzet. Rentje wordt plaatselijk commandant van de Ordedienst, een van de grootste Nederlandse verzetsorganisaties. Ook Martinus, die na zijn ontslag als burgemeester werkt als belastingadviseur, is actief voor de Ordedienst. Het geloof is voor de broers drijfveer bij hun verzet. Ik geloof dus dat er op diverse punten zonder twijfel christelijke roeping is de bezetter tegen te staan en ongehoorzaam te zijn. Als Martinus in het najaar van 1944 een oproep krijgt om mee te helpen bij het graven van Duitse verdedigingswerken, duikt hij onder in de omgeving van Leens. Ook zijn vrouw Heika kan niet langer in Niekerk blijven. En vervolgens was de dreiging voor mijn moeder, ja, als uw man niet terugkomt, dan staat u ook gevangenschap of wat dan ook te wachten. Dus mijn moeder besloot te vertrekken en die vertrok ook naar Leens. Heika, dan zwanger van haar vierde kind, trekt met haar zonen in bij het gezin van Rentje op Grijssloot. Rentje zelf is dan, net als Martinus, ergens anders ondergedoken. Maar de mannen komen geregeld langs. Zeker nadat Heika begin maart bevallen is van een jongetje dat na een paar dagen overlijdt. Ook op de avond van 31 maart, de avond voor Pasen, zijn de families bij elkaar. Het wordt laat en de mannen besluiten niet naar hun schuiladres te gaan, maar op de boerderij te blijven slapen. Achteraf denk ik, maar dat is achteraf denken. Feestdagen, dat is bij uitstek een mogelijkheid om mensen te vangen. Dit was Pasen. En Pasen, ja, dat brengt mensen bij elkaar. Familie gaat op bezoek. Juist in die nacht is de SD onder leiding van Robert Leenhof bezig met een grote operatie tegen de Ordedienst. In de vroege ochtend wordt de boerderij op Grijssloot omsingeld. De SD is op zoek naar Rentje. Ik vond het heel spannend. Ik had geen idee wat het inhield. En een huis omsingeld, dat vond ik, had ik wel een keertje gelezen. Dat vond het indrukwekkend. En dan overkwam het ons. Dat ik was ook niet bang. Ik vond het heel spannend. Maar ik weet wel dat wij wel van de ene kamer, van die kamer naar deze kamer, en van deze kamer naar die kamer gestuurd moesten worden. Rentje verstopt zich in de schuur, maar wordt gevonden en na hardhandig verhoor ter plekke doodgeschoten. Pas een uur na vertrek van de Duitsers wordt hij gevonden. Wat er met Martinus gebeurt, weet de familie dan niet. De Duitsers hebben hem meegenomen in de overvalwagen. Ja.
9 dagen zit Martinus Ritsema gevangen in het Huis van Bewaring in Groningen. In de vroege ochtend van 10 april, met de bevrijding in zicht, worden hij en 9 andere mannen doodgeschoten op het Mandenveld bij Bakkeveen. Toen kwamen we gevangenen vrij, dus we dachten, Martinus komt ook vrij. De hoop steeg. Maar naarmate de dagen vorderden, bleek dat hij niet terugkwam. Mijn moeder kon er niet over spreken. Als ze een zin had uitgesproken, dan stikte haar stem. Kijk, het niet aanwezig zijn van de vader was gewoonte voor ons. Dat wij wisten niet anders. En het woord vader, dat gebruikten we dus niet. Later werd dat moeilijk woord.